Weet je dan waarom dat hier ligt? Nee. Ah, nee. Zit het vast? Ja, ik zit gelijk in de ruimte. Zit je in de ruimte? Hallo iedereen, welkom. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. En sorry voor de geluidsoverlast, maar naast ons is er een autostrade. Maar vandaag hebben we wel een superleuke video. Want Celine gaat hier achter ons zorgkundige zijn voor één dag in het ziekenhuis AZ Maria Middelares. Ik ben benieuwd. Ja, en ik ben de cameraman, dus dat komt helemaal goed. Dit is de hoofdingang. Oké, okay, toppie, dankjewel. Tot straks. Salut. En Celine heeft net gebeld. Ze komen ons ophalen. Naar jouw eerste collega. Ja. Alizé. En je hebt ook nog gelnagels? Ja, die moeten eraf. Voor hygiëne. En we kunnen jullie al één ding zeggen. Bij 15.555 likes word ik zorgkundige voor één dag. Ja, of laat weten in de reacties welke jobs we kunnen doen in de toekomst. Dat is ook misschien leuk. Kan jij een andere job doen. Ja, YouTuber voor één dag. Dan ben je elke dag al. We zijn net binnen. En het is hier wel echt... muisstil. Ja, het is nog super vroeg. Er is amper volk, maar we moeten een beetje stil zijn. Dit zijn dus alle afdelingen. En waar gaat Celine staan vandaag? Daar zie ik het. Dienst geriatrie. En voor de mensen die niet weten wat dat is, dat wordt straks wel duidelijk. Inderdaad. A few moments later. Celine heeft net haar outfit gekregen voor vandaag. Ja, toon eens. Ja, veel beter. Dus we gaan een gekke transition doen. Ja, oké. Kom maar naar buiten, ik ben klaar. Doei. Doei. Tadaa. Helemaal klaar. Let's go. Celine heeft net een mondmasker gekregen. Ja, en dat is momenteel aangeraden, maar niet verplicht. Maar jij gaat het wel aandoen als je bij de patiënten gaat. En Stijn, die begeleidt Celine hier een beetje achter de schermen, maar dit heb ik nog nooit gezien. Nee, dat is eigenlijk een halve deur die we speciaal op onze geriatrische afdeling gebruiken om te vermijden dat patiënten zouden durven weglopen. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Nee, ik ook niet, maar wel handig. Voor mij zou het wel handig zijn, want ik kan daar makkelijk doorkijken. Ja. Dus, nee, voor mij is het een raam. Ja. Het is tijd geworden voor het echte werk. Mijn eerste patiënte is 94 jaar en ik ga helpen om boterhammen te smeren. Dag Maria! Ja. Dat zijn gewoon echt boterhammetjes. Ja, en wat moet erop? Ja, een beetje boter en smeerkaas. Je hebt het nog gedaan, toch? Ja, inderdaad. Ik ben 2 jaar jobstudent geweest in een woonzorgcentrum. En dan moest ik dan. Smakelijk! Ja, dank je. Dat je kleren niet vuil worden. Goed gedaan. Smakelijk, Maria. Salut. Ja, we gaan nu bij meneer. We gaan ze medicatie geven. En dan gaan we meneer ook voor de eerste keer zijn bloeddruk, pols, zuurstofsaturatie en temperatuur meten. Oké. Okay. Volgende patiënt. Succes. Okay. Kamer 6306. Heb je ergens pijn? Nee. Nee? Oké, okay, top. De parameters zijn in orde. Ja, dank u. Tot straks. Ja. Dag meneer. Dag mevrouw. Dit is Naomi, verpleegkundige, en zij gaat mij helpen. En we gaan de parameters gaan checken. Handontsmetting. Jouw handen gaan goed ontsmet zijn vandaag. Ja. 36,3. Perfect. Uw bloeddruk en al de rest is perfect. Wij komen straks nog een keer terug, maar eet maar eens op uw gemak. Goed? Wow. Smakelijk, hè? Naar het schijnt is de volgende vrouw echt een goede babbelaar. Er zijn hier dus heel veel verpleegkundigen, net als Naomi. En die worden bijgestaan door een zorgkundige. En dat ben ik vandaag. Dat is vandaag Celine. Je doet het wel goed op nu toe. Ja? Ja. Het is wel leuk. Ja, we wachten momenteel tot de kamer vrij is, want ze is een hele uitleg aan het doen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Hallo. Ik ga hem u weergeven, ja. En het is er voor te filmen. Zo'n mooie ben ik niet voor op te zien. Wow, je ziet er stralend uit. Nou, dat zal niet zijn. Het is voor op YouTube, kan je dat? YouTube? Nee. Uw bloeddruk is goed, 15 op 7. Allee. En wat doet meneer Knie mee filmen? Nee, toch? Ik ben aan het filmen, jawel, voor YouTube. Ik ben ervoor te leren. Massa. Oh, yes. Je ziet er zo mooi uit.
Hebben we nog geen boterham hier? Nee. Oei. Ze komen daar zo niet mee af. Ze zijn onderweg. Ik heb een koffie en ik zal vanmiddag wat dus staan. Ik morgen thuis ook mijn koffietje maken en mijn boterham eten. En dat is, nu, de dag is goed voor mij. Dan hebben we je nog de goede dag. Wat komt eraan, hè? Alsjeblieft. Dat je boterhammen onderweg zijn. Ja, het is een beetje laat, maar het is niet. Maar het is nog laat, hè? Dat is vertraging. Ja, ja, dat kan ik wel geloven. Salut. Dank u. Ik ga goed babbelen. Ja, daar zou je de hele dag bij kunnen blijven. Ja, toch wel, inderdaad. Onderweg naar de volgende. Ja, en het is misschien om te scheren. Oei, oei. Dat heb ik nog nooit gedaan, hè. Ik heb jou zelf nog nooit geschoren, toch? Nee, dat zou ook niet zo handig zijn. Nee, dus ik ben benieuwd. Naomi gaat het even voortonen aan Celine. Ja, Naomi heeft dat vaker gedaan. Ja, dat zie je wel, hoor. Je bent een pro. Dat meisje gaat een andere kant van je gezicht. Ja, dat was een goed begin. Ja. Dat onderstof. En dan zei je voor die skin, zei de best dat hij de geit aantrekt en dat hij gewoon... Is het goed? Dat is goed. Ben blij dan. Dat is in orde. Tot straks, ja. Hè. Ja, merci. Salut. Hoe vaak was je handen per dag, Naomi? Oei. Oh. Ik heb geen idee. 30 keer? Ja, toch zeker, ja? Denk ik. Wow. Ik denk dat mensen in de zorg de meest hygiënische handen ooit hebben. Op weg naar de volgende patiënt. En ja, het is tijd voor wondzorg. Een wonde op het rechter onderbeen. De wonde ziet er wel mooi uit, toch? Ja, vind ik ook. Het is al een korst op, denk ik. Meestal willen we dat niet. Ah, okay. Geen korst? Nee. En wat doe je tegen de korst? Aftrekken. Oeh. Ontslagen. We zorgen er eigenlijk voor dat dat uitdroogt. Waardoor dat de huid die eronder zit, die wel gezond is. Want een korst is eigenlijk geen gezonde huid. Mooi naar boven gaan. Dus als je een korst hebt, dat willen we niet, hè? Nee. Ja. Zo. Zeer goed. Dan mag je nog eentje met reiniging pakken. Zo. Oké. En dan is ook, ja, eigenlijk de wijde omgeving mag je doen. Doe je goed, hoor. Dank. En voor het ontsmetten gaan we enkel de wonden zelf ontsmetten. Okay, yes. Zeer goed. De daad. Moet je dit soms alleen doen, Naomi, of heb je altijd een assistent? Alleen? Ja, dan snap ik wel dat een assistent wel iets handiger is. En ik ga ze ook eens wassen. Goed bezig, hè? Ja, dank u. Ik vind het wel leuk. Een infuus aanbrengen. Kan je daar tegen? Ja, hoort erbij, inderdaad. Wil jij de groene dop dragen? Naar u trekken. Ja, voilà. Deze patiënte is 91 jaar oud. Ik ben zo raar, het jaar 32. Dus we komen straks eens terug, hè. Echt zo ver weg. Dat moet je weten, er zijn mensen die meer dan 100 jaar worden, hè. Ja, inderdaad. Volgende taak, bed verversen. En waarom is al het bedden goed wit in ziekenhuizen? Heeft dat een reden? Goeie vraag. Of stel ik te veel vragen? Heeft dat een reden? Ik denk dat je dan makkelijker ziet of dat bevuild is of dat er goed is gedaan, dat we sneller alles proper kunnen doen. Denk ik. Ja, oké. Okay. Ik heb eigenlijk nooit anders geweten dat dat overal wit is. Ja, wel, daarom ook vraag ik eens. Maar... Ik ben zoals de kinderen, hè. Die staan een hele tijd van die moeilijke vragen. Oh, hier zijn we terug. Ik moet mijn schoon kostuum gaan aan. Het is een ander lakentje, dacht ik. Ah ja? Alles nu. Is het goed? Ja, zeker. En een kussentje. Voilà, ze. Zie je. Ze is schoon. Ben schoon geweest vroeger. Nee, maar nu nog altijd. Maar, hè. Nee. Uw haar ziet er zo goed uit. Ah, ja, maar ja. Ik moest eigenlijk bij de kapster gaan, maar bij je te zijn ben ik niet geweest. Wat is niet nodig? Het ziet er goed uit. Maar, ja. Goed. Moet jij nog je tanden poetsen? Dat moet ik nog doen. Ga je mee met ons? Ja, zeker. Voilà. Zeer goed. Zal ik de dop erop steken? Ja. Zie een keer. Sommige mensen doen het nog zelf. Ja. De zelfstandigheid een beetje stimuleren. Hè? Ja. Is dat goed, hè? Ja, dat is gewoon, hè. Ja, dat dacht ik. Ik zie dat. Ja. Sommige mensen maken hier ook eens een wandeling. En daar is het nu tijd voor. Ja, wordt gefilmd. Ja, je mag gewoon lachen. Nu is het vooral luisteren naar alle verhalen. Dit is de weegstoel. Ja, dus de remmen, als je volledig wilt vastzetten, is zo. Dat is ook helemaal in orde. Ze is afgelet door de camera. Merci voor de net. Goed gedaan, hoor. Daar
brandt er een lichtje. Dus dat wil zeggen, help. Ja. Assistentie. Hier brandt de lamp. Deze dame moet naar het toilet. Daarom heeft ze dus op de knop gedrukt. En ja, naar het toilet ga ik niet mee natuurlijk. De dienst geriatrie zit erop. Nu gaan we van oud naar heel jong. Want we gaan naar pediatrie bij de kinderen. Oh, oh. Ai. Bijna. We hebben hier een meisje van 5 jaar. Ze heeft... Oh, ze is al aan het wenen als ze jou ziet. Ah, omdat de mama weggaat. Ja, de mama wil niet een beeld. Jij was er naar aan het kijken op je tablet, hè? Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Ik denk dat jij nog kijkt. En je naam is Sefne. Zo'n mooie naam. En je was nog dan zo blij als ik het vertelde? Ik denk dat ze te blij was. Ja, ik denk het ook. Ben je een beetje geschrokken? Ja. Ondertussen zijn we bij Milan. En Milan, waarom lig jij hier? Weet je dan waarom dat je hier ligt? Nee. Ah, Wat heb ik al gedaan bij jou? Ja, we hebben een fuus gestoken. Wat heb je dan gedaan? Buisjes. Enorm veel bloedbuizen afgehaald. En dan gaan ze dat in het labo allemaal controleren voor jou. En dan ga je zien hoe dat jouw bloedwaarden allemaal zijn. En of dat jouw mama dan misschien jouw medicatie of iets moet geven. Hè? Dat is een serieuze boterham, hè? Ja, hè? Nu snap ik waarom het hij nee zegt. Ja. Ben je er klaar voor, Milan, voor de laatste keer? Ja. Ja? Oké. Okay. En hoeveel keer heeft u dit al gedaan vandaag? 4 keer. 4 keer? Oh, 4 keer, jongens, jongens. Inderdaad. En Milan zit daar gewoon naar te kijken van, ah, ja, doe maar. Echt. Als je dat bij mij doet, hè. Wow. Maar zijn eerste bloedafname waren 6 buizen in 1. Dus hij is al wel gewoon. Okay. Ja, nu is 2, chill. Hij heeft geen kick gegeven bij niks. Een plas voor Milan. En wat wil je worden later, Milan? Weet je dat al? Rekenleraar. Oh, ben je dan nu al goed in rekenen? Ja. Oké. Okay. We hebben hier nog iemand staan die tafelkampioen is. Hij denkt zo. Ja, dan ga ik bang aan het worden. Oké, okay, wacht. Ik ga even Milan testen. Ja, dat kan ik al een beetje... Oké, 3 x 8. 24. Klopt het? Ja. Oké. Okay. Ja, we even bij Celine checken. Hè. 7 x 4. 28. 9 x 8. 72. Oké, okay, dat gaat wel snel. Ja, maar dat moet je wel kunnen, hè. Je bloed was... Ja, maar... Je was sowieso een goede leerkracht. Ja. Dat kan jullie niet, denk ik. Terwijl ik bezig ben. Nee. Ja, eigenlijk kan ik dat jou alleen maar vragen. Ja, dus ja, eigenlijk moet je ook leggen en we gaan jouw bloed nemen. Oké. Okay. Kort, kom maar naar daar, Milan. Toen ik vroeger in het ziekenhuis lag, mocht ik mijn eigen pleisters niet kiezen, hoor. Oké, okay, voilà. Dat is goed ziekenhuis ook, hè. Ja. Volgende patiënt. Staf, vertel eens, wat heb je voor aan je arm? Ik ben uit een boom gevallen. Uit een boom gevallen? Dan wil ik wel eerst weten, waarom zat je in die boom? Op een spel. Oké, okay. En was dat thuis, op school? Thuis, in mijn tuin. Oké, okay, dus je kruipt in de boom voor een spel. Zelfs, wij doen heel veel challenges, maar voor we in een boom kruipen, moet het echt al een heel leuk spel zijn. Dus vertel eens, welk spel? Het was dat ik een dier was en ik kwam te aap. Oké, okay, ja. Het wordt beter en beter. Oké, wacht. Welke andere mensen deden nog mee met het spel? Mijn broer en mijn zus. Oké, en welke dieren waren zij? Mijn broer was een leeuw en mijn zus, dat was geen dier. Ah, oké, zij was de slimste. De leeuw, moest die ook in een boom kruipen? Nee, die zat op de trampoline. Ah, oké. En jouw zus, wat deed zij dan? Zij was op ons aan het letten. Ah, zij was op jullie aan het letten, maar niet goed genoeg precies. Nee. En van hoe hoog ben je gevallen? 3 meter. Oei. Maar je kan wel nog goed lachen, vind ik. Ja, toch wel. Ja? Je had alleszins nooit vergeten, denk ik. Nee. Maar de vraag van vandaag is wel, ga je dat spel nog spelen? Nee. Ja, misschien dat ik een andere dier zijn. Oh, nee, het begint. Ik denk dat een slak het best gaat. Ja. We zijn bij Lena. Je zit zo te lachen. Waarom ben je zo de hele tijd aan het lachen? Ik weet het niet. Je weet het niet? Ja, maar dat is positief. Dat is zoals Celine. Zoals mij, ja. Die lacht ook heel de tijd. Maar, kan je eens vertellen waarom jij hier bent? Gisteren had ik veel overgeven en had ik veel buikpijn. En ik voelde mij ook suf, dus daarom zijn we naar hier gekomen. Maar nu voel je je toch goed, denk ik? Ja, je ziet er supergoed uit. Dat is wel goed, hè? Moet je hier vandaag nog heel de dag blijven dan? Nee. Ah, je mag naar huis. Huppa. En had je school vandaag? Ja. Dus een dag thuis gebleven is ook goed. Kijk, daarvan begin je wel te lachen. Hè? Stiekem wel, hè. En wil je Celine ook een aantal vragen stellen? Hoe oud ben je? 23 jaar. En jij? Ja, ik ben
En doe je iets van sport? Ja, zingen. Zingen? Zingen? Oh, dat is cool. Dat hebben we nog niet vaak gehoord. Nee. Maar ik heb het hier al gezien, hoor. Ik denk dat ze later zoals Camille gaat worden. Een echte popster. Is dat jouw favoriete artiest? Ja. En wat is jouw lievelingsliedje? SOS. SOS, ja. Die vind ik ook wel leuk. Zo gaat dat. SOS, please. So, of nee, nee, dat was in mijn tijd. Op weg naar de volgende patiënt. En dat wordt wel een heel speciaal. Ja, mag ik het al zeggen? Nee. Oh. Een nieuwe kamer, een nieuwe patiënt. Wat is jouw naam? Finn. En wat brengt jou hier, Finn? Om mijn mild onderzoeken. Mild onderzoek. En je gaat een prikje krijgen van iemand die dat nog nooit gedaan heeft. Nee. Dat is waar. Céline moet wel de juiste naald nemen dan. Ik ben grapjes aan het maken hoor, alles komt in orde. En dat doet totaal geen pijn. Hoe oud ben je, Finn? 7,5. En daarnet zei ik, het wordt uniek, omdat Finn een VR-bril opkrijgt. Ja. En die kan dus gewoon een spelletje spelen. De laatste keer dat Céline een VR-bril op had, ging het niet zo goed. Céline? Zit het vast? Ja, ik zit gelijk in de ruimte. Zit je in de ruimte? Ja, dat klopt. Je zit in de ruimte. Ja, al die aliens hier, wat is dat hier allemaal? Ben je een spelletje aan het spelen? Ja. En wat moet je doen? Op hun schieten. En lukt het? Ja. Oh. Mocht je gewoon tegen gaan staan? Ja. 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 Oh. 1,81 meter. Oh, mooi, mooi, mooi. En nu mijn beurt. Oei, oei. Oh. Ja. Wacht. Ja. Ja, we zijn er. Oei. En het is... Ja, zeg het maar, hè. De deurhoogte. Ah, maar hier werkt het wel weer, magneet. Ja, ik heb hem daarop gezet in de deur. Nu is hij blij. Dus is de deurhoogte. De meting kan hier wel doorlopen, eigenlijk. Ja, maar ja, we zitten hier wel op de... We hebben natuurlijk wel... Ja. Ja, dan. Er zijn ook kinderen van 15 jaar die 2 meter kunnen zijn. Ja. Ja. Dus, een voorstel van Michiel. Maak dit iets hoger. Maar ik denk dat als een andere man... Ja, ik denk dat die misschien wel naar u 2 meter kan. Ah ja. Uh-oh. 2,30 meter. Ja, dat is wel al... Dat is speciaal voor jou. Moeten we nu testen? Ja, we gaan het testen. Hè. Ik heb mij al heel lang niet officieel gemeten. Ja. Oké, als dit geen 2 meter en 10 is, gaat het zo... Je mag wel geloven. En het is? 2 meter en 10 op de kop, jong. Op de kop. Oké. Okay. Ben je aan het winnen? Ja. Oh, oké, super. Ik heb ook gewoon ondertussen pin. Ja, en goed nieuws. Wat? Het is al gebeurd aan je prik. Het is al voorbij. Maar hij is niet geïnteresseerd, hoor. De enkel de VR-bril. Die denkt, laat mij naar level 5 gaan. We zijn bij onze laatste patiënt van vandaag. Ja, oei, ze is weg. Oh. Hoi. Gaat het lukken? Ja. Ja, en we hebben leuk nieuws bij onze laatste patiënt, want... Ja. Zij heeft semi-schoenen. Wauw. Semi-doepen. En een doepenoog. En waarom lig je hier op die tafel? Omdat ik een spuitje moet krijgen. Een spuitje? Het was zo gepasseerd dat het totaal geen pijn. En ik ben bij jou. Moet je mijn hand hebben? En ga je je moet gewoon aan iets anders denken. Moet je morgen naar school? En wat is jouw favoriete vak? Rekenen of taal? Wat doe je het liefst? Een beetje rekenen. Rekenen? En heb je al tafels? Ja? Mag ik ze eens testen bij jou? Keukentafel, livingtafel. 7 x 3. Salontafel. Ken je dat al? Nee. Nee, dat kan niet. Nee. Ah, wacht, ik weet de andere. 7 x 1. 7. Oeh. Perfect. Doe je iets graag? Paardrijden. Paardrijden. Oh. Dat is wel echt leuk, hè? Doe je het liefst zo in galop? Stappen. Ja, dat snap ik. Ik ook. Ik ben een beetje bang van paarden. Nee. Ik ben niet bang. Nee? Ik wel hoor. Ik ben altijd bang dat ze mij zo gaan doen. Ik ga Semi altijd meevragen, want ze heeft me echt niks. Oeh, het is al gebeurd, de spuit. Het is al gebeurd. Kijk, hij is zo goed. High five. Ja, super goed gedaan. Heb je iets gevoeld? Een beetje. Een beetje. Een beetje. Kijk. Heeft ze geknepen in jouw hand? Een beetje. Ah, een beetje. Ja, dat is een toch beetje. Wel. Maar ik voel ze heeft het semi gevoeld. En je wordt hier ook goed verwend, want kijk eens aan, lekker eten. Ja, inderdaad. Soep. En Céline heeft soep, fruit, alles. Alles, ja, het is wel zalig. Op een geslaagde dag. Zeker. Alright. Alright, feest, want Céline haar shift zit erop. Ja, maar eigenlijk, ja, ik vind het wel jammer.
Ja? Want ik zou hier een hele dag kunnen staan. Ja? Misschien ja. denken andere mensen ook dat ze hier een hele dag kunnen staan. Gewoon een vrijwillige oproep. We hebben te horen gekregen van de werknemers hier dat er een tekort is aan zorgkundigen. Dus als je geïnteresseerd bent, mag je altijd eens een bezoekje komen brengen. Wij gaan nu een bezoekje brengen aan Trixie, want we gaan naar huis. Ja, veel respect aan iedereen in de zorg. Bedankt om te kijken en wij zien gewoon in de volgende video. Peace! Voilà, en als de dag erop zit... Voilà, zet er officieel op.